Het is dus kerstmis en wij vonden 5 jaar geleden op kerstavond heeft een bompa een zwaar ongeluk gehad met een auto. En ja, sindsdien durfde hij met zijn zetel niet meer uit van de schrik. Dus ja, wij dachten, wij zoeken iets waarop hij onder de mensen kan komen. En dan hebben wij het niet bedacht. En zo kan hij terug buiten rijden, 5 jaar na zijn ongeluk. Ja, bompa nog? Ja. Ja, omdat een ander misschien schrik zou kunnen hebben. Omdat er een auto misschien terug op hem zou kunnen rijden. Hebben wij gedacht. We verkleden hem. Zodat hem opvalt. Papa. We verkleden hem zodat hem opvalt niet te verkleden. Aan een dramatisch ongeval ter hoogte van de tramstraat. Ik ga momenteel spreken met een van de overleefden. Vertel eens hoe is dit allemaal gebeurd? We kwamen dus vandaan aangereden. Ik en mijn maat. Ik en mijn fiovis natuurlijk. Ja. Er komt een auto of zoiets, ik weet niet. Een auto. Mm-hmm. Auto, ja. En die laat er plak tegen. Er tegen. En niet tegen mij gereden, omdat ik een fiovis had. Dat is duidelijk. En u ziet het. Beste mensen, een fluovest, het kan levens redden. Ja, ja, weer niet weggeslagen met de dikke, hè? Dat is een patrouille. Ja, patrouille, altijd plezant. Wat verdomme! Ola! Wat is dat? Een lijk, jongens, man, wat nou? Wat? Een lijk. Ja? Wat nu? Het heeft PV mee. Ah ja, PV kan maken, hè? Wacht, hè? Hoe zal die noemen? Ja, hoe noemt hem? Dat is een Bram. Precies, een Bram. Bram, ja. Bram, van Bas. Leeftijd. Wat is het? 17 jaar? 17 jaar. 17. Een locatie waar het lijk is gevonden. Ja. De bibliotheek, ze. Ja, bibliotheek. Bibliotheek. Ja. Hoe schrijf je dat? Twee. Een B. En nog een B ergens. Ja, Mida. Een Q. Nee, geen Q. R. Nee. En een H of een zonder H? Een H ergens van achter. Wacht, hè. Weten we, we leggen hem gewoon aan de kerk, dat is aan gemakkelijker. Dat is K-E-R-K-E. Sweet. Hallo, ik ben Steve Stakke met dubbele K en ik sta hierin voor de veiligheid van het kruispunt. Ik heb een megafoon, ik heb een fluovisje. En ja, Steve Stakke staat dus in voor de veiligheid. Dankjewel! Oh.